Charlotte Ouders-Steenhoff, secretaris van de proefronde. Jullie zijn alweer heel druk bezig, hè, met de organisaties van de 33ste. De voorbereidingen voor de proefronde van dit jaar beginnen eigenlijk al de dag na de proefronde van het vorig jaar. We zijn al heel druk bezig met allerlei invoeringen over parcours, de binnenstad in Almelo veranderd. Dus daar was dit jaar heel wat over te bespreken natuurlijk. Wij kregen de mogelijkheid van het Huis van Katoen en Nu om hier ons als proefronde te presenteren. Om het wielrennen in het algemeen te promoten. Om de wielervereniging De Zwaluwen erbij te betrekken. Die ook hier een hoek hebben ingericht. Wij hebben inderdaad een aantal spullen uit het huis van Harry Nijhuis. Van allerlei gegevens over de proefronde. Allerlei materialen. Leuke spullen. Maar goed, het is jammer genoeg van Harry Nijhuis, die dit jaar op 18 maart is overleden. Eigenlijk is het gegroeid in militaire dienst. Daar had ik een sergeant, meester Brouwer, die kwam uit het Brabantse land. En wij hadden een tv op de kamer en die man was helemaal gek van wielersport. Dus die kwam bij ons kijken en die heeft toen beginnen uit te leggen hoe mooi de wielersport was, Tour de France met name. En dan ga je er naar kijken. En nou, er is een vitrine waar een paar echte pronkstukken in staan, laten we zo zeggen. Er staat een beker van Henny Kuiper, die heeft hier de jubileumrit in 2007 gereden en gewonnen. Wanneer is het Huis van Katoen nu eigenlijk open? Wanneer kan men hem komen bekijken? Want er is natuurlijk veel meer te zien. Hij is elke woensdag tot en met zaterdag van 11 uur tot 5 uur 's middags open. We staan hier voor een spandoek waar we op de Dikke Bandenrace wordt gepromoot. Dikke Bandenrace is voor de jongeren tussen 8 en 12 jaar die dus op hun eigen fiets, op het parcours van de proefronde, hun rondjes mogen draaien, mee mogen doen. En ze zich daar dus kunnen manifesteren als, nou, misschien wel toekomstige wielrenners. Ja. Ja. Zeg, kunnen ze zich nog inschrijven? Ze kunnen zich nog inschrijven. Tot de laatste week van de proefronde is dat mogelijk op de site van de proefronde. Kijk even op de site van de proefronde. Je ziet een link naar de Dikke Bandenrace. Wanneer is de proefronde? De proefronde is dit jaar op 28 augustus. Dankjewel, Charlotte. Graag gedaan hoor.